Hey, welkom bij het kanaal van Lucky Bastard. Vandaag kijk ik naar de spelregels van Mafioso. Een spelletje gemaakt door Rudiger Thorn, onder andere gekend van Istanbul en Las Vegas. Laten we eens kijken naar de spelregels. Wil je weten wat ik ervan vind? Dat zijn jouw zaken niet. Om Mafioso op te stellen, beginnen we met het spelbord open te vouwen. Ik ga het nu op deze manier leggen dat het goed in beeld komt. Aan de bovenkant hebben we de gebouwen in de stad. En beneden hebben we de 12 belangrijke figuren in onze maffiafamilie. Dan hebben we deze tegeltjes. Deze tegeltjes hebben allemaal een nummer, dus dan weten we waar die moet komen te liggen. Maar ze hebben ook twee zijdes die anders zijn. Je mag ze willekeurig op een van beide kanten leggen, maar zorg dat er niet meer dan 6 van de gouden zijn. Dus ik krijg deze bijvoorbeeld hier. Heb je problemen om de nummertjes te vinden? Het begint hier 1 en dan gaat het zo rond en dan gaat het zo in een grotere cirkel ook rond tot hier 12. Dan hebben we de favor tokens. Plaats die met de godvader erop in het midden van dit vloeipapier. Deze tellen als een joker voor een van de anderen. En ook deze anderen hebben allemaal een plaats waar dat ze terechtkomen. Bijvoorbeeld hier bij de kogels leggen we de geweren. Dan nemen we de neighborhood tokens. Deze mag je allemaal gedekt leggen in deze houten doos. En in het begin van het spel leggen we er 5 willekeurig open op de agenda. Daaruit kunnen we kiezen, maar we kunnen ook altijd één van de gedekte kiezen naar willekeur. Eender waar je het fiche neemt, je mag het altijd geheim houden voor je medespelers. Dan gaan we het hebben over de kaarten. We hebben 3 soorten kaarten. Dit zijn de bribery kaarten, die kunnen we de schuffel hier leggen. Dit zijn de informant kaarten, die leggen we hier. En dit zijn de godfather kaarten, die leggen we hier. Ieder stapeltje kunnen we natuurlijk schuffelen. Een maffiaspel zonder geld zou niet werken, dus we hebben ook geld in 1 en 5 briefjes. Iedere speler begint het spel al met een briefje van 5 of een totale waarde van 5. Het overige geld kunnen we dus hier leggen. Iedere speler kiest een kleur en neemt de componenten ervan. Enerzijds hebben we de Goon Meeples, die worden gebruikt om deze gebouwen in de stad te controleren. En anderzijds hebben we de juwelen in onze kleur, die kunnen we gebruiken om de personen om te kopen. Leg ze voorlopig allemaal hier in het midden van het bord. Plaats de godvaderfiguur in zijn staander en zet die in de buurt van de godvaderkaarten. Anderzijds hebben we ook de staander voor de eerste speler. Die wordt in het begin van iedere ronde doorgegeven, maar die begint nu bij de oudste speler. Dan moeten we nog 2 dingen doen voor we leren van het spel beginnen. Deze godvaderkaarten, dat zijn er net een beetje te veel, want we gaan er maar eentje nodig hebben voor iedere ronde. Dus wat gaan we doen? We schuffelen deze en nemen er willekeurig dus 4 van. Die leggen we gedekt hier en de rest gaat ook gedekt terug in de doos. Het laatste wat we nog moeten doen is op basis van de spelersvolgorde voor de eerste ronde bepalen hoeveel slush fund iedereen krijgt van de juwelen die op het bord liggen. De eerste en de tweede speler krijgen 11 juwelen, de derde 10 en de vierde 9 maar. En die leg je dan voor je in jouw slush fund. Het aantal juwelen dat je in je slush fund kan hebben is sowieso gelimiteerd tot het aantal beschikbare, dus 16. In het begin van iedere ronde buiten de eerste gaan we deze spelersfiguur doorgeven en hebben dus een nieuwe eerste speler. Dan tonen we de volgende godvaderkaart. En dan plaatsen we de godvader op het betreffende nummer, dus in dit geval nummertje 4. Ik zal hem even platleggen, dan zien jullie hem ook. We schuffelen alle bribery kaarten, dus als je er hebt gebruikt in de vorige ronde en die liggen in een aflegstapel, dan gaan we die nu er doorheen schuffelen opnieuw. En iedere speler krijgt er 5. En dan krijgt iedere speler de inkomsten van de huizen die hij bezit. De onderste 2 rijen geven je voordelen tijdens het spel of een bonus op het einde van het spel. De bovenste 2 rijen die zorgen voor inkomsten. Dus daar moet je enkel kijken. Belangrijk hierbij om te weten is het verschil tussen een wit juweel dat is afgebeeld en een zwart juweel dat is afgebeeld. Het cijfer met een wit juweel wil zeggen dat je dat aantal juwelen neemt van jouw reserve en je plaatst het in jouw slush fund. En een zwart juweel wijst op het aantal juwelen in jouw slush fund. Dus nu krijgen we dus alle bonussen van de plaatsen waar dat we ons mannetje hebben staan. Hoe die mannetjes daar komen gaan we later zien. Dus bijvoorbeeld je krijgt 1 zoelaar bij, je krijgt 2 zoelaar bij, je krijgt een neighborhood fiche, je mag altijd kiezen. Je krijgt een extra bribery kaartje of een extra influence kaartje, dat soort dingen.
Er is in principe geen limiet op het aantal fiches dat je kan hebben, maar wel op het aantal juwelen dat je in jouw slush fund kan hebben. Stap 2 in de ronde is bribery. Te beginnen met de startspeler en met de klok mee gaan we één van onze bribery kaarten spelen. En dat gaan we zo doen totdat we nog maar één kaart op handen hebben. Deze telt alvast als een joker, maar in alle andere gevallen ga je een specifiek karakter hebben. En wat wil dat nu zeggen? Stel dat ik deze speel, dan heb ik twee opties. Ofwel neem ik 1 tot 3 juwelen vanuit mijn reserves en voeg het toe aan mijn slush fund. Maar zolang ik nog voorraad heb in mijn slush fund, wil ik misschien liever 1 tot 3 juwelen vanuit mijn slush fund nemen en dan ga ik de mensen omkopen, of ja, de dieren eigenlijk. Het idee is dat je sowieso moet beginnen bij het getal dat je hebt gespeeld en daarna kan je de rode lijnen volgen, waarbij je altijd minstens 1 juweel moet laten liggen, maar je mag er meer laten liggen. Dus ik zou kunnen zeggen, ik laat gewoon alles hier liggen, maar ik kan ook zeggen, oh ja, mijn volgende leg ik hier en mijn derde ga ik met die rode lijn naar daar. Dat mag ook. Of ik mag er hier 2 leggen, maar overal waar ik passeer moet ik minstens 1 achterlaten. En dat doe je eigenlijk om de meerderheid te halen op deze verschillende plaatsen. Zodat jij op het einde van de ronde de bonussen krijgt die er vallen te verdienen. De jokerkaart werkt net een beetje anders. Omdat je meer vrijheid hebt waar dat je mag beginnen, mag je altijd maar 2 juwelen transfereren. Dus ofwel weer van je reserves naar je slush fund, ofwel van je slush fund naar het bord. Dus nu mag ik bijvoorbeeld zeggen, ik ga er gewoon hier 2 leggen. Voilà. Dus beurtelings doen de spelers dat, totdat ze dus nog maar 1 kaart op handen hebben en die gaat dus eigenlijk weg. De laatste kaart die je overhoudt, leg je gedekt op de trekstapel. Tijdens deze bribery fase kan het zijn dat je de effecten van de gebouwen ook kan gebruiken, vooral die van de onderste 2 rijen dus. Stap 3 is de favor fase en daarin gaan we 1 voor 1 de nummertjes afgaan en bepalen wie wat krijgt. Er zijn eigenlijk 3 soorten bonussen die je kan krijgen. Laten we eens beginnen met nummer 1. Hier staat een bedrag en voor dat bedrag krijg ik wat er daar staat. Dus in dit geval, iedereen die hier minstens 1 fiche heeft gelegd, mag 3 zoelaars betalen voor 1 drankfles. Tenzij je het meeste hebt geboden, dan mag je dit gratis doen, maar het nadeel is dat al jouw juwelen die er liggen terug naar de reserve gaan. En van de andere spelers die er zouden liggen, dan gaat het terug naar de slush fund van hun. In dit geval ligt er maar 1 fiche, dus de blauwe speler zou hier een drankfles krijgen in zijn voorraad. En daarna gaat deze weg. Deze werkt op dezelfde manier, maar hier is het een gelijk spel. Dus dan moeten ze allebei betalen. Dus je moet alleen winnaar zijn om het gratis te krijgen. Maar het voordeel is wel, ze krijgen allebei hun juweel terug naar hun slush fund. Ik zal het misschien even hier leggen, dat het duidelijk is. Over naar nummer 3. Hier is toevallig ook de bedoeling dat je betaalt of de meeste hebt. Dus de meeste, dan ga je terug naar de reserves. En de gele speler krijgt in dit geval een ring. Dan gaan we over naar de vierde. Dit is een andere regel. Hier moet je eerste zijn om het te krijgen. Dus enkel de eerste speler, hier dus geel, moet zijn juwelen afgeven. En krijgt dus in dit geval een wapen. Alle andere spelers mogen hun juwelen terugnemen in hun voorraad. Bij gelijkspel mag iedereen zijn juwelen terugnemen, maar gebeurt er niets bijzonder. Zo werkt het normaal, maar nu staat hier ook nog de Godfather. Of hij ligt er een beetje bij. In dit geval had de gele speler gewonnen. Dan krijgt hij bovenop het fiche dat hij heeft gekregen, krijgt hij nog het Godfather fiche erbij. Maar de tweede plaats zou dan eigenlijk ook de bonus krijgen alsof die eerste was. Dus eigenlijk maakt de Godfather maakt de plaats altijd meer waardevol. Dus nu zou de rode speler ook nog een revolver krijgen. Moest het echter gelijk zijn voor de eerste plaats, dan krijgen ze niet het voordeel van de Godfather, dan gaat het gewoon het voordeel van de locatie zijn. Is het echter een gelijkspel voor de tweede plaats, dan krijgen beide spelers niets. Het voordeel, wanneer je hier bij de Godfather plaats het tweede wordt, is dat je jouw juwelen terug naar jouw slush fund mag sturen in plaats van naar jouw reserve. Dan gaan we over naar plaats 5. En dit is de derde soort banner die we gaan krijgen. Dus hier moet je niet eerste worden. Hier moet je ook niet betalen. Maar als je minstens dit aantal juwelen hier hebt gelegd, dan krijg je sowieso de bonus. In dit geval dus 3 stuks. De blauwe speler heeft dat, dus die krijgt een Godfather fiche. De rode speler heeft dat niet gehaald, dus die krijgt daar niets van.
maar die mag wel, zoals gebruikelijk, zijn juwelen terug naar de slush fund brengen. En de blauwe speler mag dat niet. Dus hier weer hetzelfde, je moet er minstens 2 hebben, de rode speler heeft dat. Dus die mag dus 1 van deze neighborhood fiches nemen. En die mag 1 van de juwelen uit zijn reserve leggen op een locatie naar keuze. Dat mag 1 zijn die we net hebben afgehandeld, waardoor die daar blijft liggen tot de volgende ronde. Maar dat kan ook ergens zijn om de locatie te winnen, bijvoorbeeld hier. Iedereen wie het doel haalt, gaat opnieuw zijn juwelen verliezen. Volgende stap is nummertje 7. Opnieuw, hier moet je 2 juwelen betalen om het te mogen doen. Dus de gele speler is zijn juwelen kwijt, maar krijgt wel 5 zoelaars bij. De winnaar hier krijgt er zomaar eventjes 3 juwelen bij. 2 daarvan, voor de rode speler in dit geval, komen van de reserve en gaan naar nummertje 5 hier, voor de volgende ronde dat te winnen. En de laatste, die mag je toevoegen aan je slush fund. Deze 2, als je wint, gaan natuurlijk niet naar je slush fund, maar komen hier terug in de reserve te liggen. Nummertje 9, hier krijg je gewoon een Godfather fiche als je daar eerste bent. Dat was een gemakkelijke blijkbaar. De winnaar hier krijgt 2 neighborhood fiches. Dan hebben we terug eentje waar je kan betalen als je niet eerste bent. De eerste hoeft dus niet te betalen, maar dit zijn juwelen kwijt. En hier krijg je een extra bribery card, dus heb je meer opties, meer keuze voor de volgende ronde. Hier hetzelfde, maar hier krijg je een informant kaart en een neighborhood fiche. En een informant kaart kan je ook spelen bij het afhandelen. Het karakter afgebeeld bepaalt wanneer, in dit geval dus bij nummer 12. Dus stel dat de gele speler deze informant kaart al had van een vorige ronde, kan die zeggen, ah, we gaan 12 afhandelen, ik heb de keuze, ofwel leg ik 2 juwelen hierbij, zodat ik hier potentieel de overwinning ga binnenhalen. Ofwel ga ik gewoon 1 van mijn juwelen, het staat in het wit, vanuit mijn reserve naar mijn slush fund transfereren. Dus daarvoor kan je eenmalig zo een informant kaart gebruiken. Ieder karakter komt 1 keer voor. Indien je de kaart nooit gebruikt, kan je op het einde van het spel deze omruilen naar een neighborhood fiche. Tot nu toe speelde alles zich af op dit gedeelte van het bord. In fase 4, de influence fase, gaan we over naar dit gedeelte van het bord, de stad. En hoe werkt dat? Iedere speler kan gelijktijdig zijn fiche die hij heeft verzameld gebruiken om gebouwen in de stad in te nemen. Dus bijvoorbeeld, om hier te beginnen, hebben we een geweer nodig en iets dat je mag kiezen eigenlijk. Dus de rode speler zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, ik geef deze 2 af en dan mag ik mijn Goonie daar zetten. Met het gevolg dat ik vanaf dan iedere ronde een dollar gratis krijg. En ook op het einde van het spel 7 punten. Maar er zijn restricties. Want je mag enkel gebouwen innemen aan de rand van het bord. Dus waar de pijlen staan. Dus deze 4. Of deze 4. Of degene die aangrenzend zijn met een Goon Meeple die je reeds hebt geplaatst. Dus in dit geval kan de rode speler doorgaan naar dit gebouw ook. Tenminste, als hij de juiste fiches heeft natuurlijk. De Godfather fiche kan je hierbij gebruiken als een joker. Dus laten we nu zeggen dat bijvoorbeeld de blauwe speler zoiets heeft van ik ga deze 2 afgeven om mij hier te zetten. Je mag 1 er wat afgeven, leg je terug gewoon in de voorraad. Eenmaal dat dat allemaal geplaatst is, gaan we ervoor zorgen dat we maximum 1 fiche meenemen naar de volgende ronde. En zo gaan we dus over in de volgende ronde. Na 4 ronden hebben we de puntentelling. Dan mag je dus al jouw neighborhood fiches eerst opendraaien. Voor ieder van de volgende dingen krijg je nog een gesloten neighborhood fiche bij. Dus je draait deze niet om. Dus voor iedere informant kaart, voor jouw bribery kaart die je nog in de laatste ronde van de rechter hebt gekregen. Voor ieder fiche dat je nog over hebt. En voor iedere 3 zoelers. Dus in dit geval 2. Hou deze gedekt. En dan is het simpel, je telt ieder fiche als 1 punt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je krijgt 1 extra punt als je een setje hebt van 6 verschillende fiches. Dus eigenlijk per setje, dus er is 1 extra punt. Zou je nog een volledige extra rij hebben, is dat ook een extra punt. En je krijgt nog 1 bonus fiche als je meer hebt van een bepaald neighborhood fiche dan alle andere spelers. Dus een gelijkspel telt niet. Dus stel dat er niemand
twee van deze fabrieken heeft, dan scoor ik een extra punt en hier hetzelfde. Zelfs met één fiche zou je potentieel kunnen winnen. Daarbij tellen we nog alle punten die op de gebouwen staan, waarop we een mannetje hebben liggen en dan hebben we onze eindscore. Moest het een gelijk spel zijn, dan wint de speler met nog de meeste juwelen in zijn of haar slush fund. Speel je een spel met twee spelers, dan werkt het net een beetje anders. Ten eerste, je speelt 6 rondes in plaats van 4, dus je gaat hier 6 Godfather kaarten leggen in het begin van het spel. De eerste speler krijgt 11 juwelen, de tweede slechts 10 in hun slush fund. En je speelt het spel tegen een strooieman, dus je gaat ook een extra kleur gebruiken hiervoor. En bij het voorbereiden van een nieuwe ronde ga je als volgt doen, dus wanneer er een Godfather kaartje wordt opengedraaid, ga je niet alleen de Godfather daar zetten, maar ook 2 juwelen in de kleur van de strooien man. En dan ga je nog willekeurig 3 kaartjes opendraaien, deze tellen niet. En daar ga je ook telkens 2 juwelen leggen op die locatie, maar er moeten wel 3 verschillende locaties zijn. Deze juwelen die we er nu leggen tellen alleen voor de meerderheden te bepalen, maar de rode speler gaat zelf geen punten scoren. En schuffel natuurlijk ook altijd deze kaarten ook terug in de stapel vooraleer dat we de spelerskaarten geven. Zo, dan weet je ook hoe je met 2 moet spelen. Dat was het dan wat betreft Mafioso. Bedankt voor het kijken. Moest jullie nog vragen hebben, stel ze gerust in de commentaren. Abonneer, want anders weet ik jullie wel te vinden. En dan kan het wel eens zijn dat er een paardenhoofd in jullie bed ligt. Bye bye!